Hey, hallo, Toon hier, Bus Traveling Man. Leuk dat je weer kijkt naar mijn YouTube kanaal. In deze video neem ik je mee met een hele mooie nieuwe Mercedes-Benz Turismo. Pinksplinternieuw. Ik rijd er zelf ook pas voor het eerst in, dus het is een beetje ontdekken hoe alles werkt. 13 meter 10 lang, 2 meter 55 breed, 49 personen, bijna 400 pk aan boord. Kortom, ga eens met me mee een dagje op stap met de nieuwe Mercedes-Benz Turismo. Wat alle touringcarbussen hebben en deze dus ook een mooi klepje voor de passagiers om daar een drank op te kunnen zetten. Of om wat te lezen, een tijdschrift op te leggen. Nou, een mooie netje om je spulletjes in kwijt te raken. Een stepje om daar je voeten op te kunnen zetten, een voetensteun. De bediening van de verlichting van de airconditioning. En zelfs een knopje waarop je kunt drukken als je graag geholpen wilt worden door een host in de bus voor een drankje of een andere vraag die je hebt. En boven iedere passagiersstoel hebben we ook een USB-aansluiting, zodat onze passagiers diverse apparaten kunnen aansluiten en kunnen laden. En ook in deze bus een prachtig toilet en een kraantje voor de warmwatervoorziening, zodat we onze passagiers kunnen voorzien van een warm drankje. Neem we gelijk eens een kijkje in het toilet van de bus, voor degenen die dat misschien nog nooit gezien hebben. Nou, kijk eens, dat ziet er toch prachtig uit. Een bakje voor het wassen, warm je handen, zeep, doekjes. Zoals het in personenauto's uiteraard allemaal veel moderner wordt, gebeurt dat ook met touringcars. Nou, een voorbeeldje daarvan is het contactslot. Dat is in deze bus ook anders dan bij andere bussen. Ik heb hier een hele mooie sleuf, daar gaat dit grote apparaat in. Als we dat hebben gedaan, dan druk ik één keer op deze knop. Dan gaat mijn contact aan. En als ik nog een keer de knop druk, dan start de motor. Nou, als je dan voor de eerste keer op zo'n nieuwe bus zit, is het altijd even uitvinden waar alle knopjes voor zijn. Heel veel knopjes ken ik natuurlijk wel, maar de knopjes die ik nodig heb, die kunnen nog wat veranderen van plaats. De radio is weer eens een beetje anders. De bediening van de verwarming voor mij en voor de passagiers is weer heel anders. En dat geeft niet, als je dan een tijdje stilstaat, dan kun je daar mooi je tijd voor gebruiken om dat eens even uit te zoeken.
Oké, jullie zien het. Het is inmiddels het einde van de dag. Het is donker geworden. Nou, daarmee kan ik eens even goed laten zien de verlichting van deze bus binnen en buiten. Nou, de bus nog even vanaf de buitenkanten gefilmd. Als je naar de dakrand kijkt van de bus, dan zie je een soort contourverlichting. Dat is een extra verlichting die we aan kunnen doen. Alleen wanneer de bus stilstaat, doet hij het. En dat is voor de passagiers bij het in- en uitstappen en de bagage er in- en uithalen. En ook hier zie je dat nog mooi, die extra verlichting langs de dakrand. Hier hebben we de diverse knoppen voor de bediening van de binnenverlichting. Dat is de lichtjes voor mij, voor de chauffeur. En dan hebben we hier voor de passagiers, even kijken hoor, leeslampje. Dit is deze in ieder geval een leeslampje. Dan is het wat kleinere verlichting, halve verlichting. En dit is de grote verlichting. En dan hebben we hier de nachtverlichting als alles uit is en we 's nachts onderweg zijn, dat mensen nog wel iets zien, mochten ze even moeten opstaan om iets te pakken. Zoals gezegd, hier de bediening van de verwarming voor de chauffeur en voor de passagiers. De radio. Het dashboard. Een camera gedeelte. Dit is de camera achter mij. Camera boven de achtertrap. Dus zo kun je goed zien in de gaten houden wie eruit stapt en of je de achterdeur veilig dicht kunt doen. Dan hebben we hier nog wat bedieningsknoppen. De knop met de omvormer voor 220 volt. Nou, de wifi, dat wijst zich vanzelf. Hier een knop waarmee we van de toeter een luchthoorn kunnen maken, zodat de mensen ons wat duidelijker horen. De knop, nou je zag het misschien al, waarmee ik het sturen in kan stellen. Kijk, hoe staat hij goed? Ja, hij staat goed. De tachograaf. Wat hebben we hier nog? De knoppen voor de zonneschermen aan beide kanten. De elektrische bediening van de beide spiegels, links en rechts. Mijn gewone verlichting, ventilatie. Sigaretten aansteken, een beetje ouderwets, maar die kunnen we natuurlijk altijd gebruiken om nog elektriciteit in te pluggen. We zijn weer aan het rijden en waar ik zojuist achter gekomen ben, dadelijk als je in mijn spiegel kijkt en we passeren een andere auto, die halen we dus in, dan gaat er een lampje in mijn spiegel branden, een oranje lampje om mij erop te attenderen dat aan de rechterkant van de bus er iets is, een obstakel. Nou, we zullen deze auto's inhalen en gelijk de camera's op de spiegel. Een oranje lampje zoals je misschien ziet, een oranje driehoekje rechtsonder in de spiegel. Een nieuwe werkdag en weer in een andere mooie bus. Mijn laatste werkdag gisteren geëindigd in een mooie Mercedes-Benz Turismo, zoals jullie gezien hebben. En vandaag een nieuwe werkdag en waar rij ik in een prachtige grote dubbeldekker VDL. 89 persoons, 14 meter 10 lang, 2 meter 55 breed, 500 pk sterk, ruim 500 pk sterk, schoon aan de haak. En daar ben ik vandaag mee op stap.
En hier eindigt mijn video alweer voor deze keer. En een verslagje van 2 dagen rijden met 2 hele mooie bussen. De eerste dag, je hebt het gezien in de mooie Mercedes-Benz Turismo. Een hele mooie, complete en bovenal nieuwe bus. Dat was overigens voor een treinstemming. Misschien dat jullie die plakaten achter de voorruit hebben gezien. En vandaag weer een nieuwe werkdag in deze hele mooie VDL dubbeldekker. En kortom, ik heb het wel vaker gezegd. Voor mij geldt dat in ieder geval toerencarchauffeur een gevarieerd beroep. Is het niet voor de reizenbestemmingen, dan is het wel de diverse toerencarsen waar je in rijdt. Hey, dankjewel voor het kijken. Vond je het leuk? Duimpje omhoog. Altijd goed. Vergeet niet te abonneren. Druk even op die knop. En we zien elkaar heel snel terug bij een volgende video hier op Beurs Traveling Man. Groetjes. Hoi hoi.